paarden gaan verzamelen. Deelnemers, verzamelen alstublieft. Paarden gaan richting startvakken. Rijden aan. Paarden draaien in. Standby. En de start is gevallen. Paarden zijn gestart voor de korte baan, de graskorte baan Stompwijkprijs. De eerste draverij over het gras vandaag. En het is aan de buitenzijde John de Leeuw die met Janko Bidé naar het front gaat. Aan de binnenzijde ligt dan York Baldwin. York Baldwin aan de binnenzijde, die heeft al de leiding weten te nemen. En op de tweede plaats is het dan Janko BD. In derde stelling Anthony Soprano. En op de vierde plaats daarachter volgt dan Windsor Forest. Dat is de 1, 2, 3, 4 als de deelnemers de Klingendaalbocht ingaan. En daarachter volgt aan de binnenzijde Automatic Frisia. Die wordt gevolgd door Usky Litoral. En achter Usky Litoral hebben we Cesar H. in het gezelschap van Ike Heikant. Zo gaan de paarden de overzijde van de baan op. Zo dadelijk nog zo'n 1300 meter koers voor de boeg. Met aankop nog altijd York Baldwin. York Baldwin heeft de leiding en die heeft dan ja, op dit moment dan een fout genoten. Uitgeschakeld, nummer 8 galop. En de deelnemers zijn aan de overzijde van de baan, halverwege de overzijde. De auto rijdt voor de koppaarden. Maar als de schijn niet bedriegt, dan is in ieder geval een van de frontrenkers Windsor Forest. En die wordt voorafgegaan door Usky Litoral. Usky Litoral heeft de leiding overgenomen. Windsor Forest tweede. Derde positie, daarachter volgt Janko BD. En dat zijn op dit moment de eerste drie paarden. Als ze dan de laatste bocht in gaan draaien. En achter deze deelnemers heeft Cesar H. progressie geboekt. Ligt nu op een gedeelte derde plaats. En zo zijn we dan in de bocht. Maar volgens mij ontwaar ik daar een galoppade voor Cesar H. En inderdaad, die ligt weer aan de start van het veld. Uitgeschakeld, nummer 1. 1 galop. En Cesar H. wordt uitgeschakeld. En de paarden komen zo dadelijk de laatste bocht uit te trekken richting laatste rechte lijn. En nu is het een straatlengte voorsprong voor Usky Litoral. Usky Litoral die heeft met nog 600 meter te gaan. Een hele gezonde voorsprong. Maar ja, het is clichématig. Maar we zeggen het toch maar weer. Die laatste rechte lijn op Duinlicht. En zeker op de grasbaan. Die is lang. We zijn in de laatste 400 meter nu. En Usky Litoral die leidt toch altijd. Usky Litoral op de tweede plaats komt aan de binnenzijde Windsor Forest. Janko BD die maakt een plaats goed. En daarachter komt Automatic Frisia met verder weg in het veld. Ja, eigenlijk dan een uitgeschakeld paard die dan eigenlijk geen rol meer speelt. Ruud Pols die probeert met Anthony Soprano nog wel enigszins iets in de melk te brokkelen. Maar die voorsprong wordt toch helemaal teniet gedaan voor die Usky Litoral. En in de schaduw van de finish is het Janko BD die het wint op de tweede plaats. Daarachter de nummer 7 Usky Litoral. Dan volgt Anthony Soprano. En dat zijn de eerste drie wat uitgeschakelde paarden finishen nog mee.